Ik vind het wel jammer dat we geen sjaals mee hebben. Maar we zijn eindelijk weg. Die trap zijn we vandaag. Yes. Het is wel een lekker begin van de ochtend. En zo meteen een nieuw camperplekje opzoeken. Iets harder, want wij zelfs aan de buitenkant. Bij een vuurtoren. We waren eerst naar één plek gereden op het strand. Toen kwamen we daar en toen was er een soort van industriegebied naast me toe rijden. Dus nu zijn we weer weggegaan en nu zijn we hier. En hier heb je ook herrie. Jeetje, moeten we nog haasten, hè? Nee, niet gaan haasten, maar we moeten wel strategisch rijden. Ja. Ja, Janneke heeft een tattoo en dat is eigenlijk het enige wat we hebben gepland in deze hele reis. Ja, dat is wel. Dus daar moeten we op tijd zijn. Ja, we zijn nu al 3 nachten weg. Gloria heeft 2 dagen hoofdpijn gehad, dus vandaar dat we nog niet hebben gedaan. Waar zijn we? Op een berg. Op een berg? Een berg is wel stil. Er is iemand aan het vissen. Er waren dus 2 meisjes. En die wilden heel graag douchen. Toen vonden we een plek waar je kon douchen in Bretagne. Een soort camping, speciaal voor campers. Hier. En daar hangt gewoon een rood-witte ketting voor de ingang. En er staat zo'n soort dranghek aan de andere kant waar je ook heen. Dus wij denken, oh shit, ze zijn helemaal hierheen gereden. Er is dus niemand en er is een sanitair hokje, die is op slot. Maar aan de buitenkant kan je wel water tappen. Ze hebben het niet afgesloten. En er hangt een briefje, zoek een plek. Dan van, zettel jezelf maar en we komen wel langs om het geld te innen. In de middag of in de avond. Maar sowieso ook die groenten zijn. Dan moeten we zo gaan. Ja. Onze graskop krijgt mooie sprietjes. Pluspunt van deze plek is dat we eindelijk een zacht zandstrand hebben gevonden. En van de dierenarts moesten we daarop gaan wandelen. Want dat was goed voor de beestjes, zodat ze hun
pootje weer gingen gebruiken, want daar lopen ze nog niet heel goed op. Maar het minpunt is dat we hier kwamen en er was een plek en het kostte ook een paar euro, net als gisternacht. Gisternacht was trouwens het sanitair hok nooit meer open gegaan, dus douchen is nog steeds niet gelukt. Dus kwamen we hier en nu is weer hier ook het sanitair hok dicht. Blijkbaar na augustus. Pippi, kom zitten. Dus nu we nog steeds niet goed. We kunnen wel die solar shower vullen. Ja, dat kan ook altijd nog. Gloria gaat een timelapse maken. Hier is de GoPro. Hier is Gloria, die is de GoPro aan het instellen.